Telesuur heeft vandaag computers overhandigd aan het IMEA U1 en het Hogendoren Freya Atheneum. Twee van de kampioenen van de scholen zaalvoetbalcompetitie. De twee kampioenen van de andere categorieën zijn STS 1 en de Wulfingschool. Die krijgen de volgende week hun prijzen. Alle kampioenen komen in aanmerking voor 5 computers. Verder komen ook de winnaars van de scholen danskampioenschappen in aanmerking voor computers. Volgens Soyla Salons van de afdeling Marketing en Branding van Telesuur worden de computers gegeven als extra stimulans voor de leerlingen. In het kader van het stimuleren van ICT dachten wij van, weet je wat, de 4 scholen die dus de finale wedstrijden winnen, die willen wij 5 computers schenken. En de scholen die dus geen internet hebben, die kregen dan ook een internetaansluiting van ons en 6 maanden abonnement. Het Atheneum had al een internetaansluiting, dus de sponsoring houdt dit keer in 5 computers. Het is een initiatief geweest van Telesuur. We hebben de scholen wel vooraf aangegeven van, als je die finale wedstrijd wint, dan hebben jullie recht op 5 computers van Telesuur. Dus ze hebben hard hun best gedaan, want elke school die heeft enthousiast teruggemaild en gezegd van, weet je, we gaan onze jongens en meisjes stimuleren om dus thuis te komen met de eerste prijs, zodat ze de computers kunnen winnen. Soyla Salons van de afdeling Marketing en Branding van Telesuur. Het telecombedrijf heeft vandaag computers overhandigd aan 2 kampioenen van de scholen zaalvoetbalcompetitie. Met deze schenkingen hoopt Telesuur het computer- en internetgebruik te bevorderen op de scholen.